Fashion en plastic. Twee woorden die door velen niet vaak in één zin worden gebruikt. Toch is het mogelijk om vandaag nog een jas aan te trekken die gemaakt is van gerecycled plastic. Verschillende grote Nederlandse organisaties in samenwerking met universiteiten, NGO's en overheidsinstanties zijn op initiatief en onder de paraplu van Waste to Wear samengekomen voor het Ocean Plastic Project. Zij hebben één doel en dat is middels dit grote doorlopende project bewustzijn te creëren en bovenal consumenten de kans te geven om deel uit te laten maken van de oplossing voor het plastic probleem. Plastic is eigenlijk een heel mooi product. We moeten alleen zorgen dat het niet in het milieu eindigt. In 1855 is het uitgevonden en sinds die tijd zijn er een heleboel verschillende varianten van polyesters, de basis van plastic, ontstaan. In verschillende plaatsen in de wereld wordt op verschillende manieren met plastic afval omgegaan. In 2017 werd er bijvoorbeeld 350 ton plastic geproduceerd wereldwijd. Van die 350 miljoen ton is slechts 9% gerecycled, 12% verbrand en 79% is in het milieu terechtgekomen. Van die 79% is uiteindelijk 8 miljoen ton in de oceanen terechtgekomen. Het is heel, heel, heel erg. The amount of plastic that we are making right now is just becoming absolutely unsustainable. It's just in 2017 we made more than 350 million tons of plastic. That's more than the combined weight of the whole human population right now. We are not able to manage this kind of plastic, these amounts of plastic. We are not able to dispose it properly. We are not able to make sure that it's not going to end up in the environment. We have to be much more conscious in the way we consume plastic. Ik ben textielingenieur en ben altijd heel erg gek geweest van alles wat met textiel en kleding te maken heeft. Ik vond het alleen vanaf begin af aan altijd heel erg moeilijk om het te realiseren dat de industrie van textiel en van kleding niet echt een hele mooie industrie is. Heel vaak wordt het milieu daar slechter van. Toen ik erachter kwam dat je van plastic flesjes garen kon maken, toen dacht ik, nou, dit is het. Nu kunnen we als textielindustrie eindelijk eens iets goeds doen. Well, we basically give people other pickers that they can do to pick up the waste and the gloves to protect them from the any like ocean waste or something that might be harmful to their skin. And also we're giving up them the jumbo bags and PP bags. And also after their collection, they're going to weigh how much they collect in total. That's basically what we give them. It's so important because now the plastic trash has damaged the ocean's lives and damaged people, damaged the ocean itself. So I think now people need to do something to solve this problem. I think it's good for the environment, good for the beach, and good for the lake. You see, there's lots of rubbish on the beach. It's not good. Well, as you can see, there is way too much plastic getting into the water. This that we get here is just what it's coming and being stuck at the beach coming from the ocean. Because this is the plastic that is actually being eaten by fish, being eaten by whales, being eaten by so many animals. As you know, plastic does not degrade in the environment. And that's when it becomes a real danger for the environment and for the animals in the sea. If you look around here, you can see a clear white line that shows us small pieces of plastic that are brought by the tide. This heart most probably can be PP or probably HDPE. This becomes very scary because when you see it, this is a very round piece of plastic. This means that this has been in the sea for
who knows how many years, even decades. We are too late to take this out. The only thing and the best thing we can do is to try to take out the bigger pieces of plastics that can be recycled that can be at least taken out before they break down. And we have to focus on stop putting plastic in the environment. This is urgent because we are really in trouble right now. Na het opruimen verlaten de teams het schone strand en wordt het afval naar het verzamelcentrum gebracht. In order to recycle, we rely on a network of waste collectors. These are people that get up very early in the morning, can go to the beach and take plastic bottles that are lying there and bring them to a recycling center. And that's the reason for them to do that is because they get paid, they make a livelihood out of this. But we need to think, why does that happen? Why are they paid for this plastic? The fact that somebody in Holland is buying a blouse made of 12 plastic bottles has as a consequence that this plastic bottle in the first place has a value already for somebody to pick it up. Now, if we stop that, if we don't buy or create products out of recycled plastic, this bottle has no value. Then there is no reason for somebody to go outside and take that bottle out of the environment, or take a bottle out of the beach, or take a bottle out of the trash bin. We need to keep that system alive. It's very important. Well, what we have here is all bottles that are coming from the beach cleanups and different kind of activities, and also from pickers that, and collectors that help us clean up different areas around the beach. We keep the bottles for a few weeks until we have enough of them that we can now arrange the logistics to move them into the recycling facility to see how it's eventually going to become a piece of cloth. Thank you. Nu zijn we bij de recyclingplant en hier komen de flessen aan. Dan worden ze in stukjes gesneden, dan worden ze gewassen, dan worden verschillende soorten plastic worden van elkaar gescheiden. Daarna worden er pallets van gemaakt en die worden dan apart opgeslagen in verschillende silo's. Vanaf het collectiedepot komt het dan hier bij elkaar en dan wordt het apart verzameld en apart gehouden. En daarna gaat het verder de rest van het proces in. Hier worden de flesjes verzameld, in stukjes gesneden, gewassen en verwerkt tot pallets. Als de pallets klaar zijn, dan worden ze via deze machines naar buiten gebracht. Dan gaan ze via deze grote pijpen met lucht gewoon omhoog en dan worden ze in silo's gezet. En hier wordt dan ook heel goed opgelegd dat dus dezelfde type pallets in dezelfde silo gaan, zodat ze niet vermengd worden met elkaar. Nu we meer weten over de ernst van het plasticprobleem en de verwerking hiervan, gaan we straks zien hoe dit materiaal gebruikt kan worden. Zo zien we wat je ermee kunt maken en hoe het proces er in de stoffenfabriek uitziet. To make the garments out of the recycled polyester is not an easy process. The whole process involves like cleaning the bottles, making the flakes, yarns, and then fabric, and then dyeing and finishing. All the processes are challenges. De prijs van polyester wordt bepaald door de prijs van olie. Hoe hoger de prijs van de olie,
hoe kleiner het verschil tussen recycled polyester en gewoon polyester. Dan is de prijs geen reden meer om te zeggen om geen recycled polyester te gebruiken. Nadat het plastic is opgeruimd, vermalen is naar kleine polyester snippers en verwerkt zijn tot pellets, kan er nog niet direct kleding van gemaakt worden. De pellets worden omgesmolten tot kilometers lange garen en op enorme rollen gesponnen voor de volgende stap, het maken van de stoffen. We hebben de materialen van de zandbouw gebruikt. Dat is 每个小的沙 然后1600颗 1600颗的沙 我们蒸成一个大的菌株 然后我们到第二步 增加沙的强度 然后沙的强度主要是面料在制造的过程中间 不容易出现刺点断金 然后第三步 我们是进行分角 分成小的盘头 到机器上制造 然后第四步 就是我们进行上下的分角 分头分成一个小的菌株，这个是我们的第四步，就是三级前的穿针爬扣，这个主要是对布的像平纹的、斜纹的、格子的、提花的一个分类，然后到制造前的一个穿针最后一步动作。 Right now we are in Jiangsu province, a couple hours away from Shanghai, on our way to see a garment factory that is making clothes using plastic recovered from the ocean. Na het proces van het maken van de stoffen is het nu tijd om de kleding te maken. In de volledig conforme fabriek beginnen de werknemers om 9 uur 's morgens hun werkdag. Dit onder de juiste arbeidsomstandigheden en volgens gecertificeerde internationale normen. What you can see here is the last part of the process that we have been looking at. It started as a bottle, it became a flake, it became a pellet, it became a yarn, a fabric, and eventually it all come together to be made into a product. The production that they are making here is a coat with a lining that is made of recycled PET as part of the ocean project that we have. This is basically how it ends up with the process that we have been looking at for the last few days and how a bottle finally becomes a garment. As you can see, the labels that we use for our garments have two kind of bottles in the print. Some of them are green, some of them are blue, to indicate the bottles that are actually being used and diverted from the landfill and the bottles that are being taken from the ocean. In this case, 30% of the bottles, 1/3 of the bottles that are used to make these fabrics are taken from the beach and from the oceans. Het was voor de modeontwerpers niet vanzelfsprekend om met petflessen te werken. Toch durfden een aantal ontwerpers de uitdaging aan te gaan. En met groot succes, want vandaag de dag worden kledingstukken geproduceerd in China in verschillende Nederlandse modewinkels verkocht. Terug in Nederland gaan we op bezoek bij verschillende designafdelingen en vertellen zij wat hun ervaring is met het materiaal. Mijn eerste reactie was van kleding gemaakt van plastic flessen. Wow, dat is zit vast niet lekker. Het grappige is dat al jaren de pet van de petflessen gebruikt wordt om garens van kleding te maken, polyester garens. Het is dus fantastisch dat nu de afval petflessen gebruikt worden om polyester garen van te maken. Want dat is een veel duurzamere variant. Dat de techniek tegenwoordig zo ver gaat dat je het kan recyclen uit de oceaan is echt fantastisch. Het is net dat stapje extra naast het gewone recyclen dat het uit de oceaan gevist wordt. Dit blouseje is gemaakt van gerecyclede polyester. Nou, daar was ik echt wel een beetje sceptisch over. Ik dacht, kan dat wel een combinatie van gerecycled plastic in mooie kleding? Want ik dacht van ja, ik associeer het echt wel met een beetje suffigheid, met je afval scheiden. En dat gaat toch helemaal niet samen met zoiets als mode. Maar ik had wel zoiets van ja, ik sta er zeker wel voor open, omdat ik ook vind dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Maar goed, en toen ik de materialen zag, was ik eigenlijk gelijk om. Dan denk ik, ja, dat kan prima samen.
En ik vind het ook echt heel mooi dat ik gewoon mijn vak kan uitoefenen, mooie dingen kan maken. En dat kan dan van gerecycled plastic. De stoffen van plastic flesjes zijn niet per se stugger, synthetischer of viezer. Het is gewoon een duurzame variant, een betere variant. Polyester heeft een bepaalde draageigenschap. En daar kan je bepaalde modellen in maken, maar dat is met elke stof. Voor elke stof moet je een ander model verzinnen. Dus nee, je hoeft niet te bedenken van het is nu van petflessen, want het is gewoon een beter alternatief. De stof is de stof, polyester is polyester. Ik heb er wel rekening mee gehouden om een hele mooie diepe oceaanblauw te gebruiken. Dat was het eerste wat in me opkwam toen we met deze fabrieks gingen werken. En voor de rest is de keus gigantisch. Dus ik kan kiezen uit prachtige chiffons, crepes, jacquards, alles wat ik nodig heb voor een mooie collectie. Waar ik eerst nog dacht van, oh, dat wordt een stijf jasje of hele dikke materialen. Nou ja, dat is helemaal niet zo. Het is echt zacht, het is fluid. Nou, je ziet het, dit is toch echt een heel soepelvallend blouseje. Ik vind het echt heel mooi dat die combinatie er is. Dat het dus niet alleen maar blijft bij het scheiden van je afval thuis. Maar dat het dus verder werkt. En dat we op hele creatieve en speelse manieren allemaal wat kunnen betekenen voor het milieu. Ja, vind ik mooi. De items zijn te herkennen aan een hangtag in de vorm van een petfles. En een inlaylabel waarop staat uit hoeveel gerecyclede plastic flessen. Waarvan 30% verzameld is langs de Chinese kustlijn en 70% van de afvalberg. Deze jas bijvoorbeeld. Hier zijn ruim 50 flessen in verwerkt. Nou, zoals je ziet heeft hij alle modici details die je wil hebben en het is gerecycled materiaal. Hoe mooi zou het zijn als de hele wereld zich bewust is van de negatieve effecten van afval in het milieu. Dat we allemaal alleen maar gaan recyclen en alleen maar producten gaan gebruiken die geen slechte invloed hebben. Dat zou toch fantastisch zijn.